Na de brand afgelopen nacht in twee loodsen in Spijkenisse is toch asbest terechtgekomen in bewoond gebied. Het gaat om de Maaswijk. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. In eerste instantie werd er geen asbest aangetroffen, maar de wind heeft de stof later toch verspreid. De wijk wordt schoongemaakt. De brand woedde vannacht in de twee loodsen van een zorgboerderij aan de Droge Dijk. Een 38-jarige Rotterdammer heeft een moord uit 1994 bekend. Dat heeft het OM vandaag gemeld. Een 42-jarige Belg werd op 28 december 1994 doodgeschoten aan de Westblaak in Rotterdam. Een voorbijganger raakte daarbij gewond. De zaak bleef onopgelost. Begin april dit jaar meldde de verdachte zichzelf bij de politie. Hij bekende te hebben geschoten. Naar de achtergronden van de moord doet het cold case team van de politie nog nader onderzoek. Bewoners van twee straten in het centrum van Rotterdam protesteren tegen de sloop van panden in de buurt. Het gaat om de Drie Vriendenstraat en de Drie Vrienden Dwarsstraat. Woningcorporatie Woonstad wil daar grote delen slopen, maar een groep bewoners vindt dat zonde, omdat het karakteristieke panden betreft en daar heeft Rotterdam er niet zoveel van. Het is vandaag wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Bij een matige wind uit het zuiden loopt in de middag de temperatuur op naar 22 graden.